Deze nieuwsuitzending gaat over de scheiding tussen kerk en staat. De scheiding tussen kerk en staat is een hot issue. Hoe vertaal je dat op zijn Nederlands? Een warm onderwerp? Een warm vermakend onderwerp? Onder christenen. Christenen zijn absoluut voor een strikte scheiding tussen kerk en staat. Momenteel hebben we dat niet. Wij staan qua politiek, dus de binnenlandse politiek en de buitenlandse politiek, staan wij onder controle van de kerk. Dus onze staat is, dat staat in de Bijbel, ik wil niemand vervelen daarmee hoor, niet gelijk ophangen, hallo. Maar in de Bijbel staat het, the woman riding the beast. And the woman, dat is de kerk. And the beast, dat is de staat. En dan ben je fucked. Christenen houden van een strikte scheiding. Je mag naar de kerk gaan, je mag allerlei dingen doen. Bij de vrucht van uw daden zal men uw naam kennen. Ik draai hem even binnenste buiten. By their fruits you will know their name. Wij christenen zijn voor een scheiding tussen kerk en staat. En ik wil jullie uitleggen waarom dat zo is. En ik wil jullie uitleggen waarom dit symbool klopt. Het is niet Bijbels. Het klopt. Dit is een hartelijk symbool. Dit is logisch correct. En dan kan je gewoon, ja, dan kan je op je knieën gaan bidden of, ja, ik weet niet. Maar het is logisch gesproken correct. En daarop moet je mij vertrouwen. Want ik ga nu niet uitleggen waarom dit symbool logisch correct is. Dat zou me nog een uur kosten. Zonder dat ik de David Icke wil uithangen ofzo. Ik bedoel het letterlijk. Wat je hier ziet, dit symbool, dat staat voor yin en yang. Yang, dat is het witte wat je ziet. Je kan ervoor kiezen of je dat ondersteboven wil draaien, want je snapt al dat dit een eeuwige herhaling is. Het alternatief hiervoor is één grote grijze vlek. Snap je dat? Ik zwijg nu met opzetten. Vooral als jullie, dat hoop ik dan maar, de Bijbel hebben gelezen en weet waarop ik mijn verhaal nu baseer. Dit slaat op de eeuwige herhaling waar Friedrich Nietzsche het over had. Dit slaat ook op een duidelijk onderscheid. En niet 50 tinten grijs. Waarschijnlijk is dit een van mijn beste uitzendingen, dus blijf even luisteren. Ik ga vertellen, ik zat in de trein met de moeder van mijn kind van Nijmegen op weg naar Arnhem. En wij kregen het hierover.
van wat is yang en wat is yin? Nou, het is dus zo dat het yin, dat is het onduidelijke en het vochtige en nog iets. En het yang, dat is het droge en het heldere. In die beide vlekken, slakken, zo moet je het noemen, daar zit de contraire in, de tegenovergestelde. En dat tegenovergestelde is kleiner dan het, in het yin, ik ga nu niet met mijn muis aanwijzen, maar dat is dat zwarte stuk, dat vochtige, dat onduidelijke. Daar zit een stukje wit in. En in dat witte, dat heldere, dat droge, het rationele. Ja, precies, ja. Want dat yin, dat is niet rationeel. Dat donkere, dat is absoluut niet rationeel. Van nature niet. Hè. Klopt helemaal. We hadden het over de scheiding tussen kerk en staat. Nou, dat zie je hier. Nu geef ik jullie even 20 seconden te denken. Is het yang nu de staat? Of het yin? Ik denk maar even na. Met de moeder van mijn kind had ik hier dus ook een discussie over. We hadden een museum bezocht in Nijmegen. Daar had ik echt helemaal de pijp vol van. Maar de lunch was lekker. En ik had iets van met zalm. Een glas witte wijn. Ja, we gingen toch met de trein. Ongelooflijke ruzie gekregen. Over dit verschil. Als je het hebt over zoiets als het leger. Denk je even in. Kerk en staat. Waar hoort het leger? Dus het ene is de kerk en die andere is de staat. En waar hoort het leger? Dat was ook voor de moeder van mijn kind hartstikke moeilijk. Want ik had niet alleen de landbouwuniversiteit. Het was eerst een hogeschool, maar dat bleek later een universiteit. En dat is mooi. Bonuspunten. Ik ben IR. En daarna bij de Jezuïeten geweest. En bij de katholieken. Daar heb ik vet voor betaald, jongen. Maar heb je wel een beetje opleiding. Hè? Dus ik heb die Chinese filosofie bestudeerd. Ik zal jullie helpen. Het gaat erom dat er is, dat staat ook in de Bijbel overigens, het is helemaal niks nieuws. Hè? Dat is ook iedereen die zegt, oh nee, maar dat is een Chinees en die heeft een spleet en ik ben bang. Nee, dat is helemaal niet waar, man. Dat zijn kinderen van God. Houd erop. Ze zaten een beetje op te veel kilometers afstand van de geboorte van Christus Jezus en wij wat dichter bij het vuur, that's it. Dit gaat over het verschil tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Anders gezegd, je kan hier in één keer zien dat die man, en dat is die witte, dat stukje wit, die heeft in zichzelf iets vrouwelijks. En die vrouw, die is dus verborgen, maar die heeft in zich iets wits. Je kan het nu gelijk inhaken met die Mohammedaan hier in Nederland, in ieder geval, maar ook in andere landen schijnen ze dat te doen. Dat die vrouwen die gaan met een burka over straat. Ja, dat zie je dus hier staan.
terug naar de scheiding tussen kerk en staat. De staat die dient zichzelf te manifesteren. De staat dient rationeel te zijn. Als je dingen gebruikt, dan mag en je betaalt. De staat is in principe keihard. Mensen vallen daar buiten. Vooral als de staat zich heel erg gaat manifesteren en het gaat allemaal zo hard. En aan alle kanten, ja, vallen de mensen buiten de boot en heb je werkeloosheid. Die mensen moeten ergens naartoe kunnen. Die moeten naar de kerk. Dus als de staat heel hard gaat, dan moeten er meer mensen naar de kerk. Zie je dat hier staan? Als de staat het leven te hard maakt, moeten er meer mensen naar de kerk. Het witte is de staat en het zwarte is de kerk. Nu weet je ook gelijk waarom ze altijd spreken over geheime genootschappen. Want de kerk is in principe onzichtbaar. Naar de aard van het woord kerk. Het gaat over man en vrouw. Die witte is de man, de zwarte is de vrouw. Nou, die witte, die man, die heeft in zijn kern een vrouwelijkheid. En die zwarte, die vrouw, in die burka, die heeft in haar kern mannelijkheid. Precies waar het om gaat. In den beginne schiep God, lalalala. En dat was een man en een vrouw. Als je dat transponeert naar onze staat, dat is de gemeenschap, de ecclesias mag je zeggen, de gemeenschap, de kerk, ons samen zijn. Ja, ons samen zijn, dat heeft dat, ik pak mijn muis erbij, maar dat heeft dat witte deel nodig. Dat moet bruggen bouwen. Dat moet van alles, rioleringen aanleggen. Er moet van alles gebeuren. En dat dient de staat te doen. En als jij je werk niet doet, dan word je eruit geflikkerd en dan ga je naar de kerk. Naar het vrouwelijke. The woman riding the beast, dat zie je hier niet. The beast and the woman are riding. En ze hebben gevoel voor elkaar. Daar moeten we naartoe. Nou, wat is er dan mis in een land zoals Nederland? Want hier is geen scheiding tussen kerk en staat. Als je Nederland wil beschilderen, dan moet je deze cirkel vervangen door iets met grijs. En dan heb je dat. De staat, daar betaal je belasting aan. Dus als jij wil meegaan gokken, je hebt een geweldig idee, dat is best jongen. Je schrijft een mooi marketingplan en dan krijg je een krediet. En als je het helemaal ja, verpest, verprutst, ja, dan ga je betalen. Dat is de staat. De staat is gebaat bij heel veel moedige mannen. Ik heb een geweldig idee en dat is hartstikke goed. Er is niks mis met de staat. En iedereen die daar buiten valt, die vervalt aan de kerk, aan het vrouwelijke.
hangen. Yin. Dat is de motor van de economie. Goed voor onze kinderen zorgen. Nou, hier in Nederland hebben wij een staat. En in Duitsland ook. België ook. En waar bemoeit die staat zich eigenlijk mee? Want ik heb een groot probleem met de niet bestaande scheiding tussen kerk en staat. Zo bemoeit onze staat zich met alleen gevallen vrouwen. Vrouwen die dan helemaal niks meer hebben, lalala. Daar gaat de staat zich mee bemoeien. En die krijgen allemaal een uitkering. Ik denk, dat is een taak van de kerk. Want waarom is die vrouw alleen gevallen? Wat heeft ze gedaan? Een gevallen vrouw. Ja, die gaat naar de staat toe. Dat is niet die zwarte stip die daarin zit. He, dus de staat is dus het witte. En die zwarte stip daarin. Daar ga ik het zo dadelijk over hebben. Waar het over gaat. Maar het is niet zo dat de staat eventjes gaat zorgen voor elke vrouw die een of andere ruzie heeft gehad met haar vriend, de vader van haar kinderen, en nou heeft ze geen woning meer. En de staat zegt dan, kom maar hier liefje. Absoluut niet. Liefdadigheid wil ik niet van de staat. De staat moet gewoon duidelijk zijn, want de staat die eist toch belasting, is dat liefdadigheid? Dat als ik als ZZP'er aan de slag wil, dan moet ik BTW afdragen. Dat is de taak van de staat, ja. Maar dan ook nog gratis liefdadigheid geven aan een of andere stoepmoeder. Of van zo'n vent die dan hier naartoe komt. Ik had de laatste eentje, die kwam uit Latvia. Die wist niet eens op zijn Nederlands op dat Letland te noemen. En een beetje lopen klagen over Nederland. Onze vrouwen lastigvallen. Ja, want onze staat is de kerk geworden. Wij zijn het opvangtehuis van iedereen. Hè? Snap je hem? En daarom zeggen wij christenen ook, je moet dit onderscheid maken. Dit wat je nu ziet, is de scheiding tussen kerk en staat. Dat witte, dat is de staat dus, hè? En de zwarte, dat is de kerk. Dat witte, dat is het mannelijke. En de zwarte, dat is het vrouwelijke. Je moest eens weten hoe vrouwen kunnen manipuleren. Vanuit het niets. Friedrich Nietzsche heeft dat nog zo mooi gezegd. Als vrouwen vergeten of verleerd zijn om te toveren, is het over. De kerk moet er heel goed zijn. De kerk is het geloof. De staat is het weten. En als je mee wil doen en mee wil klimmen op die roltrap, en dan ga je als een naar boven en dan word je de CEO van een Micronetics, de Syncorp of zo. Dat is best. Belasting betalen. En dat geheel, daar moet een vrouwelijk element in zitten. Want de staat mag zich niet gaan beseffen dat ze de kerk, dat maar eeuwig blijft leven. En daarom heeft de kerk ook een wit element in zich. En de vrouw dus. Hè? Daar moet een rationaliteit in zitten. En als dat overeenstemt met de rationaliteit van de staat, dan heb je een eeuwige herhaling waar Herr Friedrich Nietzsche om smeekte. En dan gaat dat alsmaar verder. Goed, de scheiding tussen kerk en staat. Wat hoort nou bij de kerk en wat hoort bij de staat?
om het beestje maar bij de naam te noemen. Laten we pakken onderwijs. Dat is van de kerk. Niet van de staat. Tweede, het leger. Dat is van de kerk. En niet van de staat. En los daarvan, gevangeniswezen. Dat is gewoon iemand achter een hek stoppen. Jij bent stout geweest, nee, je mag niet meer terug. Dat is van de kerk. Niet van de staat. Politie. Dat is van de kerk. Niet van de staat. En dan kun je je afvragen, waar wordt de kerk dan van betaald? Ja, door de staat natuurlijk. Want de staat mag beseffen, als we geen kerk hebben, hebben we ook geen staat. Wel een strikte scheiding. Dus een George Soros, die mag gewoon lekker doen wat hij wil. Maar geen guns. En geen army. Dat wordt gewoon verboden. Dat is gewoon afgelopen. Want iedere soldaat... Vervelend als je nu naar mij luistert en je bent praktiserend soldaat. Maar in principe ga je eraan. Want je werkt voor de staat. Jij doet een vrouwenberoep voor de staat. Een soldaat die werkt voor het yin. En niet voor de staat. Heb je dat goed begrepen? En jij gaat een beetje formeel stoer lopen doen in je stomme homo-pakje. Met je muntjes allemaal, je knopen allemaal gepoetst en je soldatenboots. Laarzen noemen we dat hier in Nederland. These boots are gonna walk. Ja, homo! Je bent een valspeler. Je bent gewoon smerig bezig. Werk gewoon voor het yin. Doe dat. Je hebt ergens een tweedehands Kalashnikov gescoord. Je weet je kanalen wel. En dat was allemaal hartstikke anoniem. Tenminste, dat hoop je maar. Ja, dan meld je gewoon aan bij de kerk. Want daar hoor je. Het leger is yin. Dat is een goed begrip. En dan mag jij moorden, jongen. Dan mag je doden, laat ik zo maar zeggen. In opdracht alleen, natuurlijk. Zie je die witte punt? En dan doe je je functie. In een strikte scheiding tussen kerk en staat. Dus, afrondend. Ik heb een stukje worst in mijn mond. De staat, dat is de economische ontwikkeling. En gaat niet altijd goed natuurlijk. En de kerk, dat is de opvang. Dus zieke mensen, dat is patiënten. Dat kunnen ook geesteszieke mensen zijn. Dieven, moordenaars, verkrachters, whatever. Dumpen in de staat, in de kerk. Ga dan maar naar de gevangenis of het ziekenhuis of whatever. En als man, dat die wet stip eronder in, kan je daar ook werken. En dat is het leger. Meestal zitten er alleen maar mannen in. Hè? Maar er kunnen ook vrouwen zijn. Hoor. En een goed leger. Ach, kom op man. Kost je geen drol. Je moet gewoon mensen hebben. Die raak kunnen schieten. Maar meer niet.
heel zorgvuldig, bom, 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 aflopen. Ja, sommige projecten zijn gewoon mislukt. Ja, ik ken mensen die hebben dus visite gekregen van een virus. En die hebben dat virus gewoon laten vermoorden. Ja, totaal meedogenloos. En ze zeiden, vermoord dat virus. Ja. Dus de moordenaars heb je nodig. En in dat yang, die zwarte stip, dat is misschien wel het grootste probleem. Daar gaat de vrijmetselarij over. Van wij zijn de staat en wij dragen dan een schortje voor onze geslachtsorganen. Wij zijn vrouwen hoor. Ja, het zal. Ik hoop dat dat zo is. De scheiding tussen kerk en staat is er niet. En dan kunnen die vrijmetselaars, ik heb er weer een nieuwe tegengekomen. Ze komen maar op mijn pad. Ja. Er is geen scheiding tussen kerk en staat. Is dat kut? Kloten of kleren? Ja. Denk erover na. In ieder geval alle vrouwen gewoon wapens geven. Daar ook gelijk van het verkrachtingsprobleem af. Alle vrouwen mogen gewoon. Ja, dan moet je eens per maand of zo. Ja, die vrouwen moet je niet onder druk zetten, maar. Eens per maand moet je even komen. Nou. Krijg gewoon gun mee, man. En als je dan verkracht bent, ja. Oh ja, een pepperspray. Huh? Ja, gewoon pepperspray. Dan hou op met het gezeur. Die vrouwen moeten zich maar leren te verdedigen. De kerk, dus, hè? De opvang. Allemaal wapens geven. En instructieleraars en mannen die het gewoon wel leuk vinden om ook in een uniform te lopen, net als die vrouwen. Nou, precies de goede kleuren en zo. Nou, al die vrouwen blij met die militairen. Ja, geweldig. Er werd een ruzie, man. Tussen mij en de moeder van mijn kind. Toen ik haar duidelijk maakte dat het leger een onderdeel is van het vrouwelijke. En zij riep nog naar mij. Terwijl ze wild wegholde. Weet je moeder wel van jouw walgelijke gedachten? Ja. Ik denk het niet. Ik ga het er ook niet met mijn moeder over hebben. Die heeft genoeg aan haar hoofd. En ik wil een strikte scheiding tussen kerk en staat. En niet vandaag nog. Niet gisteren. Niet zelfs. Maar hoort er nog. Verdomme. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Dat is een mooie uitzending. Over Yin en Yang. En op zijn hamburgers sta ik hier. Tjus. En dag liefers.